De heer Ram. Dus voor de PvdA is het criterium wat nodig is in het kader van het klimaat of de gaswinning of een ander probleem? Mevrouw de Haan. Dank u wel, voorzitter, voor deze verduidelijking. De PVV gaat 3 amendementen indienen. 1 amendement over het Nationaal Programma Groningen en 2 over de windmolens van 15 meter. Het Nationaal Programma Groningen is opgenomen in de omgevingsvisie. Wij vinden dat voorbarig. De staten hebben nog niet besloten dit programma goedgekeurd. We hebben een hele discussie gehad over de rol van de staten. Wat de rol zou moeten zijn bij het vaststellen van het Nationaal Programma. We kennen de inhoud niet. We kennen de 90% versie niet. Ik heb begrepen dat zelfs de bijeenkomst in de Raad is afgeblazen. Dus we kennen dus absoluut het Nationaal Programma Groningen niet. Dus de route om dat op te nemen in de omgevingsvisie is de omgekeerde route. Daarom dienen we deze motie in. Voorzitter, ik ga verder gaan met mijn... dan over het amendement kleine windmolens. De PVV vindt dat windmolens van 15 meter, een ashoogte van 15 meter, niet landschappelijk inpasbaar zijn. Deze zijn beeldbepalend, bewegen en trekken dus continu de aandacht, ongeacht welk landschaptype. Daarnaast zijn deze windmolens schadelijk voor vogels en staat dus daarmee haaks op het beleid van weidevogels van deze provincie. Het raakt ook de landschappelijke waarden die wij hebben vastgesteld, namelijk openheid en rust. En daarnaast is de vraag van welk probleem los je op? Je lost geen klimaatprobleem op, het kost geld en lost de gaswinning, het probleem met de gaswinning ook niet op. Want juist windmolens zorgen voor extra import van gas volgens de Universiteit van Groningen. Ik zie interrupties. Mevrouw Voorman. Ik denk, voorzitter, dat windmolens schadelijk zijn voor vogels. U heeft zelfs een Partij voor de Dieren heeft een vogelradar voorgesteld. Dit geldt voor grote windmolens en voor kleine windmolens. Dus ik begrijp niet zo goed waarom de Partij voor Dieren naar de bekende weg vraagt. Ik kan het wel uitleggen aan mevrouw Voerman. Als je begint met kleine windmolens, en er zijn er nu een aantal bijvoorbeeld in het Westkwartier neergezet. En je staat het ook toe nu met dit project. En het idee is dan toch ook om dat te evalueren met het idee om meer windmolens te gaan plaatsen. Als je dan vervolgens de hele provincie, en daar zijn we dus ook bang voor, dat de hele provincie gaat volzitten met kleine windmolens. Dus dan heb je het over misschien wel 100 of 1000 van die kleine windmolens. Nou, dan heeft het impact op het beleid van de weidevogel. De weidevogel die heeft zijn broedplaats bij zo'n boer waar dan zo'n windmolen staat. Dus dat lijkt mij evident dat op elkaar inwerkt. De heer Dam. De heer KT is verbaasd over dat wij ons druk maken over weidevogels. Wij hebben altijd al sinds 2011 gepleit voor weidevogels. Om goed beleid erover te voeren. Dus we staan daar volledig achter dat beleid van de provincie. En ik begrijp ook niet goed waarom de heer Carté zich zo druk maakt hier. Bij ons was de afweging van, heeft zo'n stilstandvoorziening zin? Nou, zo'n stilstandvoorziening heeft volgens ons geen nut. Wat wij willen is helemaal geen enkele windmolens. Dat is de reden waarom wij tegen hebben gestemd. We willen geen enkele windmolens, ook niet in de Eemshaven. Dus dan heb je ook zo'n vogelradar niet nodig. Bescherming van weidevogels is helemaal geen enkele windmolen. En dat is ons standpunt. Dan dien ik bij deze de amendementen in. Dat moet ik ook weer ondertekenen, begrijp ik. Klopt helemaal, voorzitter. GroenLinks heeft in het vorige college een beleid gesteund om verstrooiing van windmolens tegen te gaan. Dat wordt in het amendement wat wij hebben ingediend volledig ondersteund. Ziet de GroenLinks nu af van dit beleid? Dan moet ik toch constateren, voorzitter, dat GroenLinks nu voor het volbouwen is van windmolens van de provincie Groningen en dat het totaal ander beleid voert
dan in het vorige college waar ze ook steun aan heeft verleend. Dat vinden wij erg jammer. Dank u wel, voorzitter. Een vraag aan de gedeputeerde. Met dit soort evaluaties en dit soort projecten, is er dan niet gewoon sprake van een salamitactiek dat elke keer weer een stapje verder wordt genomen en elke keer weer meer windmolens worden geplaatst in het buitengebied? En ja, wij zien ons toch een schrikbeeld voor ons dat er een uiteindelijk heel Groningen wordt volgebouwd met windmolens, kleine en groot. Dus kunt u niet afzien van deze salamitactiek? Volgens mij gaan we een project doen om te kijken of het een positief resultaat heeft. Om te kijken of het meer kan worden dan zo'n project. Als je dat niet die intentie heeft, niet die intentie hebt als college, dan hoef je het hele project niet te doen. Dus de intentie die zit al ingebakken in het project zelf om uiteindelijk meer windmolens te gaan plaatsen als er een positieve evaluatie plaatsvindt. Met het idee dat er een positieve evaluatie plaats kan vinden. Dat punt zijn wij dus op tegen. Dus de vraag aan het college is, is dit dan niet een voorbereiding op meer kleine windmolens in het buitengebied? Voorzitter, volgens mij had het college, als het college geen extra windmolens zou willen in het buitengebied, de motie ook gewoon naast zich neer kunnen leggen. Dus dan is de vraag toch aan het college, wilt u uiteindelijk meer kleine windmolens in het buitengebied? Het college, sorry, voorzitter. Motie 453 van de PvdA. Wij zijn tegen zonnepanelen en zonneparken in het buitengebied. Daarom zullen wij tegenstemmen. Ik deel het hele verhaal met de SP dit keer. Ja.